gehaktballen. Dan zit je altijd goed. Dat kan je overal bij eten. Die kan je maken zoals je wil. Hier staat goede recept in. Dit is hem dan, het Alkmaars kookboek. Met daarin koks, ondernemers en barpersoneel van Alkmaarse horeca met hun favoriete recept. Ja, er staan eigenlijk, er zijn 55 deelnemers, dus er staan 55 gerechten in. En dat gaat van echt een dinermaaltijd tot iets bij de borrel, een cocktail. Hoe je kunt eten, zoals bij het Eikgebouw, Pluim, de Kleine Brouwerij of Hofman. Het is allemaal te vinden in het boek. En vaste gast van het Hartje, Gerard Joling, kreeg gisteravond het eerste exemplaar overhandigd. Ja joh, ik ben hier zo vaak geweest de laatste 10 jaar en ik ben hier ook wel eens uitgerold. Dat ik dacht van, ik stop er nu mee met die drankjes. En dan stond er weer een en dacht ik, ja, het is ook zonde om het te laten staan. Dan heb ik weer een extra bakeltje, klein jekermeisje erachteraan. De opbrengst van het boek gaat naar de ondernemers voor een steuntje in de rug tijdens deze coronacrisis. Als je nu de krant leest, lees je in de krant, de horeca heeft het zwaar. Nou, met dit boek kan je dus ook zien wie die mensen zijn, welke bedrijven dat zijn. Ik probeer ook op die manier gewoon aan te geven welke bedrijven Alkmaar nou zo gezellig maken. Als dat helemaal stilvalt, dan wordt het natuurlijk ten eerste een dode stad. Want uiteindelijk nemen we hier alleen het Waagplein. Daar gebeurt het natuurlijk, de Plattestenen Brug. Overal is hier horeca. Hè. Of het nou een ijssalonnetje is, of het nou een pizzeria is, of een restaurant, of een bar-café-restaurant. Er moet reuring blijven om de boel aan de gang te houden. Dus lieve mensen, bestel dit prachtige kookboek. En dan moet het goed komen. Steun de Alkmaarse horeca.